De volgende, dat is de aanvoerder van het Katlijns playback team, maar dan een beetje vermomd. Je herkent hem helemaal niet meer. En niet Tuur de Weert, zoals ik al zei, dat is een ander acteur. Tuur Reules is het inderdaad, waar hoor ik fluisteren. Hij komt op in de gedaante van Tom Anders en weer bekend als Dorus. Dames en heren, uw aandacht, uw applaus, Dorus! Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even om mijn rug willen krabbelen? Ja, Dorus, heb je dan niks beters voor? Nee, moet je even goed luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motten in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT, maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee en besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat het moet toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotje van motten wonen in mijn jas. Dank je. Dank je wel. Nou. Ja. Nou. We gaan er echt een mooi shownummer bij maken. Maar heb ik iemand nodig ooit uit het publiek? Nou. Dus zou ik moeten naar eens kijken zo. Ja. Meneer Van Weijenberg, die is niet tegenwoordig. Meneer Van Weijenberg in de zaal? Ja. Meneer Van Weijenberg, kom er even bij, jong, kom. Ja. Ja. Neem plaats, man. Ja. Hoe voelt u jou? Goed. Heel goed, zeg je. Oh, nou, kijk. Ben je bang? Maar wat me opgevallen was daarnet, hè, dat ik jou naar hier haal. Je had zo wat haartjes eraan, want die is van vanmorgen leeg dat je geschoren bent, hè. Ik ga die dan van jou afhalen. Ja, nou, gratis, en dan zit jij netjes er zomaar bij, hè. Ja. Goed, jou? Ja, goed. Even wachten.
La 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 la. Ik praat liever een half uur voor de radio. La 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 la. Maar al dat piekeren breng je in de misère, breng je in de misère. Ach, waar het bier zijn, is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo piekeren, oh, bravo meneer Simo, bravo. La 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 la. Steeds al die kerels is weer maar veel bij zo. La 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 la. Alle dode visjes bakken dan de kan. En me al mijn Christie woont in Amerika. L'Amerika, 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 l'Amerika. Die nemen we trouwen, feestelijk doodgaan in alle fatsoen. Als een dollar zit overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Daar rook ik sigaren in plaats van die peukjes die komen. Een auto maar wel een vierdeurs. Ik hou de bankiers allemaal in de gaten. Die krijgen bij mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt, die gooi ik met stenen. Oh, la donette, kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja, ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera, tralala. Eventjes niezen, anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, maar een biertje, maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Ga je eens even eten, ik heb trek eens spaghetti. Ik ga met de meisie, die liever heen Betty. Eerst nemen we Fino, en IJsje Tonjano. En we gaan naar de kino, en we huren een kano. Op een café met een oude piano, links om de hoek bij het meer. Voor u gaan we, daar ga ik dan heen met die liever alleen. En dan roept iedereen, hey Figaro, Figaro, Figaro. Poes, 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 moet je melkje poes. Figaro, mijn mes, waar laat ik nou mijn mes? Zeg nou wie dat nou, mijn mes, zeg waar is mijn mes? Ik raak door die meid mijn kop steeds kwijt. Oh, niemand de deur uit, niemand de deur uit, niemand de deur uit, waar is mijn mes? Hey Figaro, word nou niet kwaad. Hey Figaro, kijk waar je staat, ik Figaro hier, ik Figaro daar, ik Figaro zus, ik Figaro zo. Kijk nou toch goed, flakkooi je toet en laat je niet vonden, leg van je doppen. Als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat je maar komt. Zo kan maar kort, zo kan maar kort, zo kan maar kort, zo kan maar kort. Bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo. Pot je mijn visimo, pot je mijn vuien, pot je mijn neentje, pot je mijn ja. La 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 la. Hoor me zingen, zie me springen, hoor me zingen, we doen het eens na. Wat is met de hako, maak nu weer zie ik aan deze mire hako. Die ziet zo'n pop steeds naar me kom. Het wordt een hel. Adieu. Figaro, Figaro, Figaro toch. En de bloemetjes erbij. Goed. Dames en heren, je hebt misschien al opgemerkt. 12 artiesten waren er aangekondigd. Voilà, zo hoort dat. Doris, dat ruimen wij wel op. Laat me liggen.
Zo, u hebt misschien al gemerkt, dames en heren, dat er in de aankondiging 12 playbackers aangekondigd waren. We krijgen hier vandaag een 20-tal nummertjes. Dat betekent dat er sommige playbackers tweemaal opkomen. En dat betekent dat er moet verkleed worden en uiteraan getrokken. En ook om de garçons een beetje de gelegenheid te geven in klaarlichte dag een beetje drank rond te brengen. Houden we nu een kleine pauze van een 10-tal minuutjes. Gewoon dat wij ons even klaarmaken voor de volgende 3 of 4 nummers, geloof ik wel. Goed, tot zo. Applaus voor Bert is Running. Amerikaans talent uit Sint-Katelijne-Waver.